Dit is voor een goed doel? Een heel goed doel. Dit is voor het Brummers Mannenkoor. Het Brummers Mannenkoor heeft als extra verdiensten, we krijgen geen subsidie van de gemeente, de verkoop van tweedehands boeken. En dat gaat in de kas en daar kunnen we dus allerlei dingen van betalen die je normaliter niet betalen kunt. Hebben jullie nou alle boeken gelezen die je hier krijgt? Ja. Hoeveel boeken krijgt u nou gemiddeld? Op een morgen? Ja? Nou, laten we zeggen zo'n 300. Echt waar? Ja. Iedere dinsdagmorgen. Maar u leest vast ook heel veel boeken, of niet? Nee, heel weinig. Echt waar? Ja. Maar u ziet er zo belezen uit. Dat kan. Dat heb je met de leeftijd. Hè. Dat krijg je vanzelf, hè? Ja, ja, dat komt vanzelf. Zingt u ook elke donderdagavond mee met het koor? Dinsdags. Oh, dinsdags. Komt u boeken brengen, of? Ik kom ze brengen. Okay. Was u aan het opruimen thuis? Ik ben heel erg gestopt. Ja, ik ook. Ik heb 3 dozen net gebracht. En wat is een onverkoopbaar boek dan? Dat door de jaren heen, ik sorteer die boeken samen met anderen, maar ik doe het al 30 jaar. En ik weet langzamerhand wel wat je nog wel en niet verkopen kunt. Dat is een hele mooie. Een boek. Maar het is wel een Duits boek. Een biesje in vrede. Dat was van het Songfestival. Ja. Moet je natuurlijk wel Duits kunnen, hè? Zingt u zelf ook mee? Ja, ik zing zelf ook mee. Hè. Ze zingen allemaal. En waar treden jullie op? Wij repeteren in Concordia. Elke dinsdag. En die repetities beginnen om 7:45. En we zoeken mannen. Mannen met stemmen. Haha, mannen met stemmen. Dan zit je, het liefst met hoge stemmen. Dan zit je mij aan te kijken, hè? Ja. Dan zit je mij aan te kijken. Dus kom maar bij. Zo goed, meneer? Ja, dat weet ik ook niet waarom het zo schön is am Rhein.